Yo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. In deze aflevering gaan jullie iets meer leren over oudere honden. Want als honden ouder worden, gaan ze anders eten, ze gaan er anders uitzien, ze gaan anders spelen. En bij Pets Place hebben ze allemaal spullen voor honden die ouder worden. Dus heb je een hond die wat ouder wordt of wil je er alles over leren? Blijf dan kijken. Kom. Vandaag heb ik even een oppashond. Hij heet Django en het is echt een hele leuke grote beer. Maar Django is al wat ouder. En honden die ouder worden, dat kun je bijvoorbeeld zien aan de vacht, de spieren, net als bij oudere mensen. Het gaat allemaal net minder soepel. De tanden, ze worden sneller wat dikker omdat ze niet meer spelen zoals jonge honden. En Django, zullen we even kijken wat er allemaal voor spulletjes voor jou zijn? Kom! Dit wordt echt vet leuk! Ik ken echt een vet leuk spel, dat heet Bekertje Bekertje. En daar heb je snacks voor nodig. En ja, bij honden, ik had vroeger ook een golden retriever. En had ik zo'n gooistok en dan ging ik gewoon gewoon echt een half uur lang met hem gooien. Was je daarna helemaal moe. Maar ja, met een oudere hond kan het natuurlijk niet meer. En ik heb een heel leuk spel voor je bedacht, namelijk Bekertje Bekertje. En dan heb je drie bekertjes en in één bekertje, wacht, we gaan het even voordoen. Even kijken, welke snack wil je? Even kijken, we pakken deze wellness snacks. Proteïnbijt. Oké, let op. Ja, dit is vet leuk. Oké, kijk, ze vinden het nu al leuk. Je zet zeg maar. Je hebt drie koekjes. Wacht, ik doe je even los. Ja, dan moet je niet weglopen. En dan doe je in één bekertje. Doe je het koekje. En dan doe je zeg maar de bekertje zeg maar neerzetten. En dan ga je een beetje zo draaien. En uiteindelijk moeten ze er één kiezen. Ja, die zit in de beker. Het zit in de beker. Je ruikt natuurlijk veel te veel. Ja. Ja, hij heeft het. Hier, je hebt het. Goed gedaan. Oké, we nemen de koekjes mee. Want er zijn natuurlijk nog meer leuke spelletjes te doen. En zoekspelletjes vinden ze ook echt enorm leuk. En we gaan even kijken hier. Kijk eens. Hier heb je dus alle spelletjes. Oh ja, dit ding bedoel ik. Dit vind ik dus geniaal. Dit is een soort strategiespel. Oh kijk, kom, niet weglopen. Niet weglopen, figurant. Kijk, dit is een soort strategiespel. En dan kun je allemaal koekjes verstoppen. En dan moet ze het zelf aan de kant schuiven, omhoog drukken. Een hendeltje naar voren en naar achteren. En het is echt heel leuk voor ze. Maar kijk eens. Kijk. Je hebt dus ook een snuffelmat. En dan kan je dus in deze snuffelmat allemaal koekjes verstoppen. En die gaat ze dan dus zoeken. Zie je? Geniaal. En na het spelen is uitrusten natuurlijk super chill. En nou ja, je hebt natuurlijk vet veel lekkere matten, mooie manden. Alleen dit vond ik dus geniaal. Oh nee! Oh nee, hij steelt iets! Hij steelt iets! Oh nou, doei! Oh nee, hij gaat ook weg. We moesten daar nog een tekstje doen. Want we zijn nog niet klaar. Ha, doei. Oh, dit was niet de afspraak. Kom. Oké, we hebben even een contractbespreking gehad. En ik heb toch even duidelijk verteld dat we nog niet klaar waren. Ja, maar wat waren we ook weer aan het doen, Django? We gingen verder met de mand. Kom. Kom zo. Oh, wacht, ik leg die mand wel even hier. Kijk. Oh, wacht, ik denk dat je gewoon... Kijk hier. Ja, goed zo. Kijk, na het spelen is het natuurlijk lekker tijd om uit te rusten. En misschien nog wel een botje te kluiven. Heerlijk. Nou, gefeliciteerd met je bot. Ben je blij? Ja, eet maar op. Wij betalen hem wel voor je, ja? Ondertussen dat mijn assistent alvast naar huis ging, zijn we toch weer terug. Ben je lekker eventjes pauze aan het nemen? Wel verdiend hoor. Ja, het is ook niet makkelijk, hè, opnames. Maar in ieder geval, ik wilde iets vertellen over deze mand. Want deze mand is speciaal voor honden die wat ouder zijn. Het kan ook natuurlijk voor jonge honden. Maar hier zit een orthopedische laag in. Dat is super lekker voor ouder wordende gewrichten. Die zijn toch wat gevoeliger. En volgens mij ligt die heerlijk. Echt een dikke schuimlaag zit erin. Echt lekker. Ik had hiervoor ook een golden retriever. En die had het ook wel echt helemaal fantastisch gevonden. En sowieso, wat ik al zei. Waarvoor zou je wachten tot je te oud bent met comfort? Ik wil dit ook voor Matsie. Zal ik jou maar even hier laten liggen en dan het laatste stuk zelf doen? Ja, ik wil nog wat vertellen over je avondeten.
Wat heel veel mensen niet weten is dat het ouder worden van een hond bij kleine honden begint vanaf 8 jaar. Maar bij grote honden begint het al vanaf 5 jaar. En ik vond het bizar, want 5 jaar klinkt zo ontzettend jong. En het is heel erg goed om dan al over te stappen op seniorenvoer. Seniorenvoer beschermt goed tegen hart- en vaatziekten. En er zit ook minder vet in en minder calorieën, want oudere honden bewegen toch minder. En als honden te zwaar worden, dan is het weer super slecht voor de gewrichten. Dus dat wil je absoluut niet. En er zitten meer vezels en meer eiwitten in. En hier heb ik een paar goede voorbeelden. Dat zijn bijvoorbeeld deze zakken. Die zijn heel erg goed. Dit is van Edgar Cooper. Dan heb je deze. Die zijn ook goed. Ik vind ze ook nog eens super lekker. Deze van Wellnesscore. En dit soort koekjes. Gewoon light koekjes. Er zit minder in en dat is gewoon beter. Oké, ik ga even kijken hoe het met mijn vriend gaat. Oké, ik heb mijn vriend weer gevonden. Ik moet hem snel weghalen, want dit zijn natuurlijk te lekkere snacks om te laten liggen. Ik snap je ook wel hoor. Ja, nu mag je wel naar huis. Heb je nog vragen? Wil je dingen weten over oudere honden? Je kan altijd iemand van Pets Place vragen in de winkel of je kan op de Facebookpagina kijken. Er staan nog veel meer leuke dingen over oudere honden. En als je nou echt ja, een beetje belangrijke vragen hebt, waarvan je denkt van ik heb een dierarts nodig, kun je ook naar Vets Place. Daar hebben we ook heel veel video's over gemaakt. Dan wil ik tegen jullie zeggen bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en tot volgende week. Doei doei. Kom.